Ja, dat woord verstilling had je net nam je in je mond. Dit is een lied van verstilling. Is dat wat jouw ding is? Dat klinkt ook weer tegenwoordig zo. Verstilling, waar je voor leeft. Je hebt ergens geschreven, stilte is mijn passie. Ja, dat is mijn passie geworden, ja. Ja. Nou, ik merk, naarmate je er meer mee bezig bent, ga je het ook heel erg missen als het er niet is. Dus vroeger ik heb nu ook na een avond verjaardag heb ik echt behoefte aan. Terwijl ik vroeger nog de hele week door kon gaan. Of zou het komen dat ik veel ouder, dat ik ouder word, dat weet ik niet. Maar ik vind het mooi dat hoe meer je ermee bezig gaat, hoe meer je de schoonheid ervan ontdekt. Maar hoe ervaar jij dat? Want ik bedoel, jij wordt ouder. Je hebt volgens mij wel eens een keer gezegd, ik word rustiger als ik ouder. Naarmate ik ouder ben geworden, ben ik rustiger geworden. Ja. En ik vind dat je het heel goed doet in dit programma. Nee, serieus. Maar hoe ervaar jij het? Hoe ervaar jij het? Stilte in je leven en Ik wat heb betekent dat voor jou? Wat voor dingen roept het woord stilte bij jou op? een stoel op mijn studeerkamer. Dat is een oude groene stoel. Mijn vrouw wil die al jaren weg hebben natuurlijk, want het is zo'n oud ding. Maar dat is mijn stiltestoel. Dus dat is een stoel en daar zit ik in. En dan is het stil op mijn studeerkamer. En dan mediteer ik wat. Of ik zit wat te lezen in een wat meditatief boek. Of ik zit te bidden. Of ik zit zomaar, het zal je verbazen. Stil te zijn. Ik verbaas me niet. Stil te zijn, ja. En ik vind dat heerlijk. En je hoofd gaat natuurlijk met je aan de haal, hè? Er komt van alles in je op ook. In eerste instantie. Ja, en de zorgen komen in je op en het wereldleed en het journaal van die avond of niet. Het zit allemaal in je hoofd. Dus het duurt een hele tijd voordat dat hoofd wat leeg is. En soms gebeurt het ook helemaal niet. Nee. Maar dat heeft ook, denk ik, wel te maken met simpelweg het ouder worden. Ja, dus je hoeft niet zoveel meer en de waan van de dag is niet belangrijk meer. En had je dat niet al ook En eerder willen hebben in je leven? ja, dat had ik eerder in mijn leven willen hebben, ja. Dus dat ik wat meer in mijn stiltestoel had gezeten en wat meer meditatief was geweest en wat minder bezig geweest met de waan van de dag. Ja. Dus eigenlijk Ja? ben je ook wel een stilteminnaar als je het zo op zijn gezette tijden. Een stilteminnaar. Ja, Je nee, dat gebruikt klinkt een heel hard. stiltetraining, stiltewandeling, Nou ja, stilte is maar een doel, hè? Een doel hoeft het ook niet te verheerlijken, Maar stilte is heerlijk. maar je zoekt het wel op. Ik zoek het op. Ja. Ja. En de mens heeft het nodig, denk ik. Ja. Ja. En soms mislukt het helemaal, want dan blijft je hoofd vol zitten met alles wat eraan zorgen om je heen en in jezelf aan de hand is. De gebrokenheid van het leven is niet gering. Maar ik vind het heerlijk om af en toe even. Is dat af en toe? Ja, het is wel af en toe. En Ja, wat ik me de afvraag. discipline van jou om het. Ik kijk even naar alle 40 tips die jij mij hebt gegeven. Die discipline is nog verre van Nou, mij. ik mis één stickertje op dat boek. En dat is het stickertje: dit is niet de volgende to-do-list. Kijk. Want dat is dus niet zo. Nee. Maar ik ben wel benieuwd, want kijk, ik krijg Oh. heel. Ja, nog even een vraag aan Ja. jou. Jij gaat al wat langer mee. Nee, maar ik krijg heel vaak de vraag van mensen: heeft iedereen stilte nodig? En wat zou jouw antwoord daarop zijn? Ja. Ik denk dat ik ben gezegend met een plek in een huis met een studeerkamer, die niet zo groot is, maar wel een studeerkamer is, en een stoel. Nou, iedereen heeft een stoel. Ja, ik denk dat iedereen op gezette tijden een moment van reflectie of meditatie en wat mij betreft ook verbinding met God nodig heeft. Ja. Ja. Ten meer ook omdat dit leven natuurlijk een leven is wat redelijk hectisch is voor iedereen. Of dat nou mijn vak is of hier de cameraman die achter ons staat. Ieder leven is hectisch tegenwoordig. Dus een moment of momenten van meditatie en reflectie heeft ieder. Ik denk dat ieder mens dat nodig heeft. Ja. Zou hebben, ja. Amen.